Nieuwe voorzitter van de gemeenteraad in Knokke-Heist, Kathleen Lankriet van Stenen. En zij staat naast mij. Eerst even kennismaken, Kathleen, mag dat? Jazeker. Dus ik ben inderdaad Kathleen Lankriet van Steen, mama, trotse mama van twee dochters en een zoon, gehuwd met Bart Lankriet en woonachtig in de Hazengrasstraat te Knokke-Heist. Inderdaad. Hoe word je voorzitter van de gemeenteraad in Knokke-Heist? Ik heb de kans daartoe gekregen. Ze zeggen wel een keer, een nieuwe burgemeester is ook een nieuwe wind. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat ik daarvoor gekregen heb. En het is alleszins voor mij een grote eer, maar tegelijkertijd ook een opgave. Ik zie het dus als een uitdaging. Ik hoor vaak in de wandelgangen dat Kathleen Lankriet toch aardig kon uit de hoek komen in de eigen fractie. Nu moet dat wat bezadigder worden of vergis ik mij? Wel, het is natuurlijk niet mijn bedoeling om een blad voor de mond te houden, laat staan een mondmasker. Maar misschien moeten we dat in de toekomst iets tactischer aan boord leggen. Mm-hmm. Ja. Dus er gaat meer power in komen dan, als ik het zo mag verwoorden? Power in de constructieve, positieve zin, ja. Inderdaad. Trouwens, bij mijn weten ben ik ook officieel de eerste vrouwelijke voorzitter van onze gemeente. Wat toch als vrouw zijnde een hele eer is. En ook een extra vrouwelijke schepen, hè? Inderdaad. Schepen Anne Vervarken Patin gaat dat zeker heel goed doen. Juist. Ik heb ook begrepen, is dat zo dat de voorzitter van de gemeenteraad ook deel uitmaakt van het college? Nee, toch niet. In die zin, als voorzitter van de gemeenteraad bepaal je wel zelf ook de inhoud van, dus de punten op de agenda van de gemeenteraad, maar je maakt niet deel uit van het college. Het is ook zo dat als voorzitter leg je ook geen eed af. Als gemeenteraadslid, als schepen, als burgemeester leg je de eed af, maar niet als voorzitter. Maar de voorzitter is dus geen gemeenteraadslid meer dan? Jawel, toch wel. Jawel. Ja, en is dat combineerbaar op hetzelfde moment voorzitter zijn en gemeenteraadslid? Ja, toch wel. Want zoals u weet wordt sinds een tijd de gemeenteraad gestreamd. Vele kijkers, inwoners van Knokke-Heist zien voor de eerste keer hoe dat de gemeenteraad eraan toe gaat. Weten vaak ook niet hoe dat een gemeenteraad precies in elkaar zit. De punten van de agenda die door de meerderheid goedgekeurd zijn, worden eigenlijk, ik ga niet zeggen, niet meer besproken of komen bijna niet meer aan bod. Dus vandaar dat de meeste gemeenteraadsleden, of laat ons zeggen bijna allemaal, behalve dan de oppositie, monddood zijn. Maar dat sluit niet uit dat je natuurlijk ook wel vooraf daarin inzage in gehad hebt en ook wel je zeg hebt kunnen doen. En tijdens de gemeenteraad komen de interpellaties en de opmerkingen op de punten van de agenda van de oppositie. Dus je kan zelf eigenlijk een interpellatie maken die je dan zelf voordraagt. Ja, wie weet. Dat is een extreem. Wel een idee op zich. Zover had ik nog niet gedacht. Succes. Dank u wel.